Misschien kun je even je telefoon. Ja, dat zou ik doen. Maar ik ben bang dat het mijn dochter is. Oké, dag. Ik heb Han leren kennen omdat we samen een week in Ethiopië in een busje zaten. En dat was voor mij echt een life-changing week geweest. Ik heb daar Han ook leren kennen als persoon. Ik kende Han natuurlijk al als muzikant. Daar was ik al heel erg, flabbergasted of zeg je dat. Nou, doe nou maar normaal hoor. Nee, dat is zo. En wat ik gewoon heel bijzonder vind van Han, want Han is, en dat staat ook voor Le Guess Who, Han is gewoon van invloed op heel veel jonge artiesten. En Han is ook één van de artiesten in Nederland die we hebben die gewoon over de hele wereld bekend is. Ik wist geen reet van Le Guess Who. Maar echt helemaal niks. En dan kom ik namen tegen. Nou, ik moet zeggen, 80% daarvan heb ik nog never ever van gehoord. Dus dat vind ik wel geweldig. Tussen heb ik leren kennen toen Sonic Youth nog bestond. En ik zag hem pas in Londen. Ik speelde in Café Otto 3 dagen. En toen heb ik hem ook gevraagd. Ik vond het ontzettend leuk. I knew about Han for years and was always really fascinated by him as a player, musician, and just, a pioneer in European free improvisation. He has his own personalized language with this music, but he's always allowing sort of this kind of, humor and freedom and all these things. That's his language. I find that Han's music, he just wants it to be something that's not confined. I always felt like I was a bit of a self-taught outsider, and that was the music I liked. But I realized that people like Han were very non-judgmental about collaborating with people who were coming outside of jazz studies, possibly. Bijvoorbeeld van mensen die, daar hoor je, die zijn van hun 5e, 6e jaar, hebben die achter de piano gezeten. Die hebben een gigantische techniek. Maar daar gaat het niet om. Het gaat juist over iets heel anders. En dat dwarsen, dat wat Terry heeft, dat interesseert mij zeer. Dat interesseert me in alle muziekvormen. Ik ben al 4, 5 keer in Ethiopië geweest, maar alle keren met Terry. Haha. 2015 ben ik mee. Dat was niet zo leuk hoor, toen. Ja, we zien het wel, wat Schipstrand. Nee, ik blijf een improvisator in hart en nieren. En zo wil ik er ook tegenaan gaan.